Hier heb ik een litteken. Oh ja. Wil ik iemand die mij altijd wilt? Dat gaat zo opwindend zijn die eerste keer. Dit is mijn seksmobiel. Hier ontvang ik iedere week een gast met wie ik al jullie seksvragen beantwoord. Want ja, over seks raak je nooit uitgeluld. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer als je hier goed op gaat. En de gast van deze week is Flo Windy. Seks alleen is neuken en... Zou ik denken dat jij zo de persoon werd die zegt, we gaan nu poepen? Ja, dat ook wel. Soms kan ik eigenlijk altijd zo de trap beneden en dan ik echt zo... Hey! Wat goed dat jij hier bent. Ja, leuk dat jij hier ook bent. Ik vind het een hele eer dat jij hier bent, want jij bent in Vlaanderen natuurlijk de seksgoeroe. Niet seksgoeroe, maar ik doe een beetje wat jij doet daar. Dus voor mij is dit ook een eer. Maar hoe is dat dan daar? Ik denk moeilijker dan hier. Vlamingen zijn zo... We hebben allemaal seks, maar we willen er niet over praten. En Nederlanders zijn zo van... Ja, we praten over seks en over drugs en whatever. Maar is het dan niet juist doordat ze er minder over praten, ze er heel erg behoefte aan hebben? Tuurlijk wel. Ik hoor bijna altijd van vrienden van... Dat was eigenlijk echt niet goed. En dat standje en zo. Ik zeg, maar zeg dat tegen uw vriend, niet tegen mij. Waarom praat je niet met elkaar daarover? En waarom vind jij het dan zo leuk om over seks te praten? Omdat ik ook gewoon graag seks heb. En als je er niet over praat, dan gaat die ook niet goed zijn. Ik wil andere mensen ook goede seks geven. Volledig met je eens. Laten we overgaan op advies. En dit wordt echt goed advies, jongens. We staan alle twee op scherp. Okay. Hoi Jur en gast. Ik ben een meisje van 17 en zit met een probleempje. Ik kan niet meer zonder porno masturberen. Ik word niet meer geil van mijn fantasie en merk dat ik er echt beeld en geluid bij moet hebben. Ik ben nu ook bang dat ik tijdens seks of tijdens dat ik gevingerd word door iemand anders ook niet geil word. Ik ben nog maagd. Is dit mogelijk en is er een probleem dat ik door porno niet meer genoeg kan hebben van porno? Ik denk niet dat porno u gaat het genot afpakken van het echte ding. Nee. Want het echte ding is echt 1000 keer beter dan... Die porno. Ja, en dat moet nog helemaal gaan gebeuren. Ja. Dus ja, en het is gewoon niet eens te vergelijken. Porno is echt gewoon gemaakt om je op te winden, maar op een specifieke en doelgerichte manier. Terwijl seks echt over je genot gaat tijdens heel het ding. Ben jij een hele erge verwend porno-kijker? Nee, dat doet mij echt niks. Dat is gewoon alsof je naar een film aan het kijken bent. Ik heb echt gewoon liever het echte. Ik herken wel dat ik zo vaak ruk met porno, dat eigenlijk als ik zelf ruk... dat ik dat dan niet meer met mijn fantasie kan. Ah ja. Gewoon omdat ik zo gewend ben aan porno kijken, snel komen. Allee, whatever suits you, toch? Zolang dat je opgewonden raakt van iets, is dat goed. Voor jou, de hele seks moet nog gewoon gaan gebeuren. En dat is zo nieuw. Dat gaat zo opwindend zijn, die eerste keer. Dat gaat echt... Dat is wel... Ja! Dus daar moet je gewoon echt naar uitkijken. Ja. Ja, en gewoon lekker porno kijken. Hoi Jure en gast. Ik, jongen, ga binnenkort met een jongen afspreken. Hij is maar een tikje bi voor jongens, maar de afspraak staat. Mijn vraag is nu, hoe zorg ik voor een goed en leuk voorspel? Eigenlijk moet het zo traag gaan dat die ander de hele tijd wil en dat jij dan zo vertraagt. Ja. Hij is een tikje bi, dus jij moet heel erg ervoor zorgen dat hij jou wil. Ik ga u doen smeken dat je seks wilt met een jongen. Ja. En dan kussen, mond, wang, oor... Nek, andere kant van de nek en dan verder naar beneden. Neem alle omwegen. Als je hier bent, gewoon naar daar gaan. Niet direct naar hier, gewoon echt op. Ja, dat is echt de perfecte tip voor jullie. Zorg ervoor dat hij dus dat gevoel heeft bij jou. Dan ga jij niet te snel voor hem. En dan wil hij heel graag jou. Ja. Beste Jure en gast. Ik ben een jongen van 17 jaar en ben homoseksueel. Ik heb een tijdje een vriend en ik ben geneukt, maar niet andersom. Ben ik dan ook ontmaagd? En is het gek dat ik zelf nog nooit heb geneukt? Moet ik dat per se doen? Want ik hoor van iemand dat we allebei een keer geneukt moeten hebben, want anders is het geen eerlijke relatie. Terwijl we nog niet heel lang hebben en ik wil het zo lang mogelijk uitstellen. Als je homo bent, zijn 3 dingen. Bottom, top en versatile. Maar dat zijn ook termen die zo je kaart een label opplakken. Van je moet één van die 3 dingen zijn. En echt be free in wat je wilt zijn. Je moet alles testen en dan weet je wat je leuk vindt. Maar als je bang bent van iets, moet je zelf niet forceren van dat te gaan doen. Niemand zegt jou wat een relatie is. Uiteindelijk moet jij bepalen wanneer het voor jou voelt dat je bent ontmaagd. Ja. Ja, en jij vraagt, moet ik dat dan per se doen? Nou, je mot helemaal niks. Je moet alles doen met uw volle hoesting. En niks omdat je dat hoort of omdat anderen dat zeggen. En ook gewoon altijd comfortabel blijven bij wat je aan het doen bent. En durven zeggen wanneer dat je iets niet ziet zitten. Ja. Hey, ik heb 9 maanden een relatie met mijn vriend. We hadden eerst veel seks, maar laatst zei hij dat hij het saai vond.
Als ik vraag wat hij saai vindt, dan zegt hij, weet ik niet. Wat moet ik doen? Of je gaat je seks extremer maken, hè, met speeltjes, rollenspel, op andere locaties of zo. Maar het ding is dat seks in de slaapkamer gewoon super intiem zijn met elkaar. Dat iets is dat je moet daar blijven naar uitkijken. Dus je moet er echt over praten en vragen wat wilt je? Wilt je dingen testen? Je moet voor jezelf ook uitmaken. Wil ik verder gaan met deze persoon en daaraan werken? Ja. Of wil ik iemand die mij altijd wilt? Want in een normale situatie wilt uw partner u altijd. Kan het wel een keer een avond zijn van, ik heb hoofdpijn of zo. Maar ja, dan snap je het nog, want dan zegt die ander, ik heb hoofdpijn. Of ik heb geen zin vandaag, en dan snap je, maar ze zegt, die is saai. Je moet er gewoon achter komen, wat maakt dat hij zegt dat het saai is. Ja. En dat kan echt van alles zijn. Of dan kan je er misschien dan achter komen dat jullie eens een keer iemand erbij moeten vragen. Ik heb daar twee keer gedacht van, oké, dit is saai, let me get on top en laat mij gewoon dingen doen. En dan is het leuk. Dus ik denk gewoon zelf het initiatief moet pakken dan. Je moet het er gewoon met hem over hebben en vragen, wat vind je saai? Laten we een keer een avond gaan doen dan wat jij fantastisch vindt. En als hij niet eens eraan wil werken omdat hij het zo saai vindt, dan is het gewoon een einde oefening. Ja. Ik ben 16 en vind een jongen uit mijn klas leuk. We zitten sinds dit jaar bij elkaar in de klas, want we zitten allebei op een nieuwe school. Hoe kan ik die jongen laten weten dat ik hem leuk vind? Het vereist een voorzichtige aanpak. Ja, een subtiele aanpak. Je moet dat ook face-to-face vragen terwijl je in een gesprek zit of zo. Ja. Gewoon tonen van, ik vind het leuk met u. En we kunnen dat ook buiten het school doen. Ja. Als je samen nog zo sport hebt of zo, dat je allebei doet. Of een concert van een artiest dat je leuk vindt. Kun je zo die link leggen van, wilt je niet samen? Maar de eerste stap is wel dat die vraag in ieder geval niet heel erg random is. Dat je al een keer een projectje samen op school hebt gemaakt. En dat je dan een beetje zo achter de muziekinteresses kan komen. Ja. En dan kan zeggen, oh leuk die artiest. Hallo, waarom gaan we daar niet samen heen? Gewoon heel erg jezelf zijn en dan koop je het gewoon het snelst. Ja, voilà. Maar je hebt nog even. Je zit bij hem in de klas. Dus je hebt echt nog tijd. Heel lang. Hallo Jurre en gast. Ik ben een meisje van 17 en heb al bijna een jaar met mijn vriendje van 15. De seks is super en we zijn helemaal verliefd op elkaar. Hij heeft veel meisjesvrienden en daar heb ik nooit echt een probleem mee gehad. Maar tegenwoordig hebben we het wel eens over een trio en dan noemt hij elke keer een van zijn meisjesvrienden. En dan zegt hij, daar zou ik het wel mee willen doen. En ik merk dat ik hier steeds onzekerder over word en bang ben dat hij hun leuker vindt dan mij. Moet ik me zorgen maken? Zolang dat hij er niet actually seks mee heeft, geen zorgen maken, toch? Het kan gewoon oprecht echt een fantasie zijn. Ja, hè? Maar het is wel gek, omdat diegene zo dicht bij hem staat. Maar ik zou sowieso geen trio hebben met iemand die je niet kent. Vragen om moeilijkheden ook, weet je wel. Echt gewoon gaan voor iemand die je niet goed kent. Die gewoon nieuw is en die er als extraatje bij komt. Maar wel vertrouwd. Maar heb je wel eens een trio gehad? Nee. Staat het niet op je bucketlist? Jawel, maar niet met iemand dat ik graag zie. Dat gaat me echt keihard kwetsen. Dat is dan met vrienden iets te dichtbij of zo voor je. Ja, ik heb het dus met bijna al mijn vrienden gedaan. In een relatie? Ja. Oh, oké. Ja, echt trio's en kwartetten. En ik had juist altijd zoiets dat ik dacht van dat is veilig. Want ik ken diegene goed en daarom kunnen we dat doen? Ik denk dat het wel voor meer kopzorgen zorgt dan dat je gewoon een nieuw iemand zou hebben en ook weer zou kunnen denken van, doei, dat was gezellig, dag. Ja, gewoon iemand nieuw. En jij moet je er gewoon geen zorgen over maken. Het is logisch dat hij ook iemand noemt. Het is ook logisch dat hij fantaseert over mensen. Ja. Denk dat zij ook fantaseert over andere mensen. Dus. Ik heb ook wel eens gefantaseerd over jou. Echt? Nee. Ah, poeh. Ik ben hier weg. Kom. Ja, dat was de laatste vraag. Dag. Ik ga eerst goed. Ik neem deze. Omschrijf het ondergoed dat je aan hebt. Oh, wat denk jij dat ik aan heb? Een strakke zwarte boxer. Heb je dat gezien? Nee. Heb je dat echt aan? Ja? Ik heb een hele strakke zwarte boxer aan. Die onderbroeken zijn heel duur, zoals mensen weten. En ik heb dat echt dus nog nooit gekocht. En nu toevallig heb ik die aan. Hé, maar ik heb ook een Calvin Klein aan. Ik ben echt niet aan het zeveren, kijk. Wat toevallig. Matching. God, wat lopen we toch lekker mee met de trends, hè? Jij bent. Deze. Teken je geslachtsdeel. Oeh. Tadaa. Okay. Oh, maar ik zou dit echt heel knap vinden als jij dit nu heel mooi kan tekenen. Hier is de klit, het belangrijkste. Ja. En dan een lip of zo, weet ik veel. Die lijkt op hesp. Wat? Als hesp tussen je sandwich ligt. Als wat tussen je wat ligt? Als ham. Ham? Ham. Ja? Ham tussen je boterham. Oh ja. Dat er zo'n beetje uitkomt, dat er zo'n beetje zo gerold is. Oh ja, ja. Dat is een foef.
Maar heb jij niet iets heel kenmerkends aan jouw vagina, waardoor je echt kan zien van dit is jouw vagina? Hier heb ik een litteken. Oh ja. Eigenlijk aan mijn poep hier ook. Dat is nou, dit heb je echt mooi getekend. Het hamachtige is te herkennen. Want ja? Het is een beetje ribbelig. Ja, en de twee littekentjes, wat knap. Heel goed gedaan. Ik wou dat ik wel een piercing had. Ja, maar die heb je niet. Dus nee. Die kunnen we er niet bij tekenen. Voor de volgende keer. Oké, volgende keer. Ik geef het een 10. Yes. Je moet hem naar beneden. Oh ja. Yeah. Okay, doei. En dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer je hier en hou hem hard.